Goedemorgen, het is maandagochtend 16 maart 2020. Welkom bij de Zombie Apocalypse Day 1. mijn naam is Vidioot. En iedereen die dit razend populaire YouTube kanaal volgt, weet wat ik ben. Ik ben een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld of all time. Deze mevrouw is de geschiedenis ingegaan. Dat klinkt beter. Deze mevrouw is de geschiedenis ingegaan als de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. En dat was long overdue. Ik weet niet, ik ben haar leeftijd, zo'n beetje rondom de 50. En ja, als je haar vergelijkt met alle andere burgemeesters die Amsterdam ooit heeft gehad, grijze, saaie mannen, allemaal met hetzelfde grijze, saaie pak, vaak ook nog eens dezelfde saaie stropdas. Dit is een absolute fantastische en enorme verbetering. Laten we hopen dat ze niet 6 jaar doet, maar 12 jaar doet. Alhoewel, het is natuurlijk een hele zware baan. Deze mevrouw gaat tevens de geschiedenis in als de eerste burgemeester die een zombie-apocalypse meemaakt. En daar wilde ik het vandaag een beetje over hebben. Wat is dit? Nou, dit is de World Health Organization. En die hebben een hele grote pagina. Allemaal dingen over het coronavirus. Ja, dit is de World Health Organization. Die bestaat uit artsen, medisch specialisten. En die World Health Organization, die werkt samen met medisch specialisten in landen waar we dit vreselijke virus hebben. Ja. Dus dit is de World Health Organization. Let u op, mevrouw de burgemeester. Dan is dit de media. En in de media krijg je eigenlijk weinig medisch specialisten aan het woord. Het is heel, heel beperkt. Een heel klein percentage. Ik volg dan toevallig deze twee websites. Nu.nl en het Parool. En wat ik hier voornamelijk krijg is, wat vertel je je kinderen over het coronavirus? Hoe geef je online les aan kleuters? Mondkapjes, werken die wel? Waarom zijn we zo in paniek over toiletpapier? En weet je wel, en dan bekende persoon X heeft het coronavirus. Of NBA-ster had niet aan de microfoon moeten zitten. Tom Hanks en zijn vrouw zitten in isolatie in Australië en zijn heel erg dankbaar dat iedereen bla 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 bla. Dat is het overgrote deel wat je krijgt van de media. Nog een keer, dit is de World Health Organization. Dit zijn mensen waar je echt naar moet luisteren, ja? En heb je dit manneke? Onze marketing Rutte. En Mark die wil gewoon 2 werkende ouders naar kantoor. Dat is gewoon wat hij wil. Hij heeft zelf ook geen kinderen, Mark. En die heeft zoiets, weet je, kinderen worden niet echt ziek. En als ze dat wel worden, die kinderen betalen toch geen belasting. En het is niet alsof die kinderen allemaal grote aandelenpakketten hebben. Die kinderen, die zijn expendable. Ik heb zelf geen kinderen. Scholen blijven open. Ja, dit is de World Health Organization. Dit is Johns Hopkins University. Dat is, opnieuw, weet je, dat is niet nu.nl met al die pratende poppen. Of het Parool met al die pratende poppen. Nee. Dit is Johns Hopkins University. En Johns Hopkins University, zeer gerenommeerd instituut. En wat ze hier aan het zeggen zijn, al geruime tijd, is van, ja, weet je, misschien wel een goed idee om scholen dicht te gooien. En het enige bezwaar wat ze dan hebben tegen het dichtgooien van scholen is dat een hele hoop verpleegpersoneel, medisch personeel, thuis komt te zitten.
Want ze kunnen hun kinderen niet meer naar school brengen. Ja, dus dan verlies je ineens heel veel medische capaciteit. Maar dat is de enige afweging die zij maken. We willen niet zoveel medisch personeel kwijt, want een hele hoop medisch personeel heeft kinderen. Dat is de enige, het enige bezwaar wat ze maken. Hier in Nederland hebben we hele rare, vreemde verhalen in de media. Terwijl ze hier, het gerenommeerd instituut, aan het roepen zijn, de scholen moeten misschien dicht. We moeten alleen iets verzinnen voor medisch personeel. Dat zij wel hun kinderen ergens kwijt kunnen. Want we willen niet al dat medische personeel kwijt. We hebben die mensen heel erg hard nodig. Deze meneer die komt dan op donderdag met: de scholen blijven open. Ja, de scholen blijven open. Daar was hij heel, heel duidelijk over. Scholen blijven open, want anders moeten opa en oma oppassen en meer van dat soort domme opmerkingen. En nog wat onzin. Vrijdagochtend, mevrouw de burgemeester, vrijdagochtend was ik bij de supermarkt. Ik ben er altijd heel vroeg in de ochtend. Ik kan niet zo goed tegen boodschappen doen. Dus ik ben altijd heel vroeg. Ja, ik kan mijn dingen min of meer krijgen. Maar hij vanaf donderdag, vanaf dat Mark Rutte begint te piepen, over de scholen blijven open, maar bijeenkomsten van 100 plus mogen niet meer. Vanaf dat moment begint het hamsteren. En Mark Rutte zegt dan niet hamsteren. En je zag het vrijdag al. Vrijdag, heel veel kinderen gingen niet naar school. Ouders hielden ze gewoon thuis. En weet je, want Mark Rutte zei, de scholen blijven open. Op donderdag, de universiteiten gingen meteen dicht. De hogescholen gingen dicht. En iedereen begon met hamsteren. Nou, ik ben er 's morgens vroeg, dus ik kan gewoon brood en vlees en alle dingen die ik nodig heb, kan ik gewoon allemaal kopen. En fruit, alles is gewoon, maar toiletpapier niet. En bepaalde schoonmaakmiddelen en reinigingsmiddelen en neusdruppels en paracetamol en antigriepine en dat soort dingen. Dat is allemaal permanent weg. En rubberen handschoentjes om mee schoon te maken, dat is permanent weg. En alle Kleenex en alle keukenrollen, dat is allemaal gewoon weg. Helemaal weg. En ik heb het ook niet meer gezien in mijn supermarkt vanaf vrijdag nu. Dus dat is heel bijzonder geweest. En iedereen houdt zijn kinderen thuis. En dan krijgen we vrijdag, komt de FMS, de Federatie van Medisch Specialisten. En die zeggen van, ja, weet je, die scholen openhouden is misschien niet zo'n goed idee. En deze mensen beginnen dat dan ook te zeggen. Die scholen moeten nu wel dicht. En waarom moeten die scholen dicht? Nou, omdat die kinderen, Mark, jij hebt geen kinderen, maar wij wel. Die kinderen kunnen wel gewoon ziek worden. Klaar, dat is één. Het gebeurt minder vaak. Dat is zonder meer waar. Dat zeggen deze mensen ook. Johns Hopkins. En dat zegt de WHO ook. Dus dat is niet zomaar verzonnen. Onze GGD zegt het ook. Maar ze kunnen wel gewoon ziek worden. En er liggen wel gewoon kinderen op een intensive care in Brabant. Met dubbelvoudige longontsteking. Weet je, en dat is iets wat je denk ik niet wil als je heel jong bent. Want we spuiten je helemaal plat met penicilline via een infuus. En vervolgens krijg je wel gewoon littekenweefsel op je longen. Waardoor je longfunctie wel vermindert. Dus het is wel blijvend letsel waar je over praat. En althans volgens deze mensen, de WHO en Johns Hopkins, weet je, die medische mensen, kunnen kinderen wel dragers van het virus zijn. Ze worden misschien zelf niet ziek, maar kunnen wel andere mensen aansteken. En je moet natuurlijk ook gaan denken aan het onderwijspersoneel. Want wat we feitelijk aan het zeggen zijn, of althans wat onze media aan het zeggen was, en wat Mark Rutte aan het zeggen was, is: scholen zijn een soort warehouse, weet je. Zodat jullie kunnen werken, stoppen we die kinderen in een hok. En bewaken we ze een tijdje tot jij van je werk komt. En laten we hopen dat je niet ziek wordt. En dan krijgen we gisteren het spoeddebat. En bij dat spoeddebat en overleg wordt dan besloten om de hele tent dicht te gooien. En dit is echt, weet ik niet, een soort les in mismanagement en miscommunicatie. Ik kreeg op vrijdag, mevrouw de burgemeester, een hele uitgebreide mail, 2 pagina's pdf, van de school van mijn dochter waarin staat: we zijn open en we blijven open en we wassen onze handen en we hebben extra doekjes en weet ik veel wat voor onzin er allemaal in stond. En daarna stond er de synopsis van de GGD: was je handen, houd afstand van mensen,
Vermijd verjaardagen en meer van dat soort intelligente dingen. En dan krijgen we de zondagochtend. En op de zondagochtend voelt de school al nattig uit. Want, oh jee, misschien moeten we medische dingen overlaten aan medisch personeel. Weet je, dat we geneeswetenschappers zich met medische dingen laten bezighouden. En bijvoorbeeld niet de media. Of zeker niet Mark Rutte, want die heeft helemaal geen kinderen. En die school die begint nattigheid te voeren, mevrouw de burgemeester. Die zeggen, we zijn dicht tot 21 maart en we gaan prioriteit geven aan de eindexamens. En dan krijgen we dus gisteren die persconferentie om 17:25. En ergens om 17:31 wordt er dan op zondag besloten, alle scholen gaan dicht. Echt waar, het is gênant is het. Wij zijn open, wij blijven open, maar zondag is alles ineens dicht. Tot en met 6 april. Gek genoeg niet een week. Dit is wat je krijgt als de verkeerde mensen zich bezighouden met de verkeerde materie. Dit is een medisch probleem. En dat moet afgehandeld worden door geneeswetenschappers. Die weten wat ze aan het doen zijn. En dat is inderdaad door de World Health Organization. Hier in Nederland is dat de GGD. En ik zou zeggen, haal hier je informatie vandaan. Stop met luisteren naar die media. En stop met luisteren naar dit manneke, want deze gast is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Hij moet echt zijn klep dicht houden. Dit was echt een enorme, enorme afgang, vond ik dit. En gisteren dus begon dan de zombie apocalypse. Alles ging dicht. Ook de coffeeshops. En dat kan je hier zien. Het is echt fantastisch leuk is dit, moet je kijken. Coffeeshops. Even kijken. Er wordt flink gehamsterd bij de Amsterdamse coffeeshops. Maar even kijken. Dit is de Loft. Dit is bij de Jan van Galenstraat. Lange rij, helemaal tot om de hoek. Iedereen was heel lief in die rij. Ik heb ook in de rij gestaan, niet daar. Dit is Hoofddorpplein. Moet je even kijken. Weet je, iedereen nog even scoren voordat ze... Dit is weer de Loft, nog een keer. Dit is Hunters. Hier heb ik in de rij gestaan. Dit is de Terminator, lieve mensen. Het is een hele leuke shop in de Baarsjes van Amsterdam. En daar heb ik in de rij gestaan met hele leuke mensen. Dat is echt heel gezellig, vreselijk gelachen. En het enige wat je daar te horen kreeg was afschuwelijke en vreselijke kritiek op die media en op deze meneer. Iedereen was heel boos op hem. God, de dingen die daar gezegd werden. Maar goed, in deze rij staat een Duitse jongen. Hij is een Duitse student. Let u op, mevrouw de burgemeester. En wat hij studeert is European Studies. Ja, en dat, ja, maar hij heeft een wiskundeachtergrond. En dat doet hij in Leiden. Maar hij woont in Amsterdam. Nu 3 jaar. Hij heeft dit nog nooit meegemaakt. En hij zegt op een gegeven moment dat er een gezegde is. En dat gezegde is: the greatest crime of government is that they don't understand how incremental fractures work. Ja, en dan ga ik het nu doen met zijn accent. You know, they say that the greatest crime of government is that they don't understand how incremental fractures work. En wat hij daarmee bedoelt is dat dingen incrementaal erg worden. En dat legt hij dan vervolgens uit, zei hij zo: if I go to the supermarket and there's no toilet paper, the next time I go, I will buy 2. Yes, and the next person who doesn't get it for 2 days will buy 4. Nou, dat concept, dat begrijpt onze overheid niet. Dat begrijpt onze media niet. En dat begrijpt ook onze supermarkt niet, mevrouw de burgemeester. Die supermarkt begrijpt niet dat ze nu 10 keer zoveel toiletpapier nodig hebben als normaal. Want iedereen die daar nu naartoe loopt, die haalt 10 rollen, die haalt 10 pakken. En niet meer 1 pak. En dat is wat hier gebeurd is, dankzij miscommunicatie en compleet mismanagement. En nu zit de hele stad op slot. En het is echt gênant. Op donderdag ben je aan het roepen, alles blijft er open. En 3 dagen later gooi je de tent dicht. En dat hebben we allemaal te danken aan dit manneke. Had de tent heel, heel, heel veel eerder dicht moeten gooien. Dat zeggen deze mensen. De World Health Organization. Dat zegt Johns Hopkins University. En hier in deze krant. In deze krant. Het Parool. De krant van Amsterdam. Daarin was de directeur van de GGD aan het uitleggen. Die kinderen die worden niet ziek en blijven open. En het is gewoon zo dat kinderen niet zo ziek worden, et cetera. De dag daarna, op zaterdag, was er een fan van de intensive care. En die was aan het uitleggen dat de kinderen met dubbelvoudige longontsteking
op de EHBO, op de intensive care liggen in Breda. Het is echt mismanagement en miscommunicatie. Het is te schandalig voor woorden. Mevrouw de burgemeester, ik heb wel een brute aanverzoek. Sommige van die coffeeshops, dat is gewoon afhalen, weet je, meer niet. Gewoon alleen afhaal. En als het personeel dan mondkapjes draagt en handschoenen, sommige van het personeel zit zelfs achter glas, net als in een apotheek. Er zijn een heleboel mensen met chronische pijnen hier in Amsterdam. Maar die hebben echt cannabis nodig. Want anders worden ze gillend gek van de pijn. Je moet dan denken aan gewrichtspijnen, multiple sclerose, mensen die HIV hebben, mensen die vormen van kanker hebben. En ik kan nog een paar enge ziektes verzinnen. Die mensen die zijn echt afhankelijk van cannabis, alternatieve medicatie, pijnstillend, pijnverlichtend en bevordering van spijsvertering en spieren en noem allemaal maar op. Zou u onze lol kunnen doen? Zou u de shops waar je alleen kunt afhalen wel open willen gooien? Want wat je nu aan het doen bent is belachelijk natuurlijk. Je geeft een persconferentie waar je om 17:41 zegt. Ik gooi alle seksclubs en alle coffeeshops dicht. Nou, die seksclubs vind ik prima. Daar komen alleen maar hele vreemde mensen op af, naar mijn bescheiden mening. Dus gooi die maar dicht. Maar dit moet je opengooien, want er zijn gewoon hele... En al die toeristen, die gaan allemaal naar... Nou, dat is misschien wel een voordeel. Al die terroristen, die gaan naar huis. Want ze kunnen geen wiet meer scoren. Ik vind dat voor Amsterdammers... met chronische pijnen, de afhaalshops open moeten. Wij wonen hier, godverdomme. En we doen allemaal mondkapje op. En we doen handschoenen aan. Dat moet geregeld worden. Want hier staat, kijk hier, online drugsdealers. Nemen de handel van de coffeeshops over. Dat is van David Hielkema, parool. Hoppa. Dat was gisteren ook gaande. Ik stond daar in die rij. Er kwamen allemaal jongens langs op scooters. Moet je een nummer hebben? Moet je een nummer hebben? Want ze blijven dicht tot 6 april. En iedereen in die rij, iedereen en zijn gekke broertje, mevrouw de burgemeester, was die nummers aan het opschrijven. Dit is de zombie apocalypse. Day one. En de reden waarom het zo hard erin ramt, is door compleet en totaal mismanagement door onze fantastische en objectieve media. Die het zagen als een soort lifestyle probleem. Welke films ga je kijken als je binnen zit in isolatie? Welke handgel werkt? Weet je wel, die waren er helemaal niet serieus mee bezig. Dit probleem had van het begin af aan gemanaged moeten worden door geneeskundige wetenschappers, medisch personeel. En die mensen hebben gewoon veel te weinig aandacht gekregen. En deze gek die wilde de scholen openhouden, zodat papa en mama naar kantoor gaan. Hier, lieve Mark Rutte, bezorg de kleuterjuf. Maakt u zich niet druk, mevrouw. Die kleuters, die zitten thuis. Het Parool had gisteren een artikel, hoe geef je kleuters online les? Hoe doe je dat? Niet, dat doe je niet. Er is een enge ziekte. Waar je heel ziek, je heel, heel ernstig ziek van kan worden. En we willen die ziekte stoppen. Of in ieder geval vertragen. En uiteindelijk inderdaad genezen en tegen kunnen vaccineren. En dat moet gedaan worden door dit soort mensen. Geneeskundig personeel. Geneeswetenschappers. Knappe koppen. En dat moet niet gedaan worden door dit manneke. Mark Rutte, echt waar, gast, haal je fucking bek dicht over dat coronavirus. Want je begrijpt er duidelijk niks van. En ja, god, bij ons is het nu natuurlijk feest, mevrouw de burgemeester. Want de scholen zijn dicht. Dus ja, die kinderen die zijn aan het springen en juichen. En u heeft er twee. Denkt u zich geen zin? En een hele hoop kinderen die geen ruk te doen hebben thuis. Dat wordt een hele hoop Netflix. En pas douchen om 1 uur of 2 smiddags. En nee, ik ga binnen zitten. Ik ga... Nee, waar is mijn oplader? Ik weet niet waar die is. Misschien moet ik een extra opladen. Nee, je hoeft geen extra opladen. Je moet gewoon die oude vinden. This is going to be fun. This is going to be great fun. Zombie apocalypse. Day one. En dit razend populaire YouTube kanaal. Zal proberen om daar een dagelijks verslag van te doen. Watch this space for more. Lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer.